De gemeente Den Haag neemt tijdens Oud en Nieuw maatregelen om het aantal autobranden terug te dringen. Autobezitters mogen hun wagen gratis of met korting in een parkeergarage zetten. Trambedrijf HTM brengt hen vervolgens gratis thuis. Railschoppers en vandalen kunnen rekenen op een lik-op-stuk-beleid. Verder gedoogt de gemeente op slechts 5 plekken in de stad vreugdevuren. De GGD's in Haaglanden en Hollands Midden zijn maandag begonnen met de tweede prikronde tegen de Mexicaanse griep. Net als de eerste keer worden zo'n 130.000 kinderen en volwassenen opgeroepen voor de vaccinatie. Mensen die de eerste inenting hebben gemist, komen die deze week halen. Zij krijgen de tweede prik dan in de week van 11 januari. Er is in Den Haag gratis openbaar vervoer naar de priklocaties beschikbaar. Luisteraars van Radio West wonen dit weekend een speciale voorpremière bij van de film De Hel van 1963. Deze rolprent gaat over de Elfstedentocht van 1963. Die staat bekend als de zwaarste tocht aller tijden vanwege de enorme sneeuwval en temperaturen van 18 graden onder nul. De film draait vanaf 17 december overal in de bioscoop. De verkoop van allerlei kerstartikelen is dit weekend pas echt weer losgebarsten in de regio. Ook in Voorschoten trokken mensen massaal naar het tuincentrum om de mooiste kerstboom te bemachtigen. Daarna stortten de mensen zich op het aanbod van kerstballen, verlichting en allerlei andere versieringen.